Honderden leerlingen volgen voltijds dagonderwijs bij Sintra West om een extra praktisch diploma te behalen in 1 jaar. Sintra West biedt een 60-tal voltijdse dagopleidingen aan. Johanna Bonen volgt de dagopleiding Schoonheidsspecialiste. Omdat ik al gehoord had dat de Sintra West wel goede opleidingen aanbiedt. En een dagopleiding kwam mij toen wel beter uit dan een avondopleiding. Eerst en vooral nog? Personeelskosten. Leander Sabbe volgt de voltijdse dagopleiding ondernemerzaakvoerder. Als je als ondernemer wil starten, met de voorkennis van hier, weet je hoe dat je moet starten, waar dat je aan begint ook. Zoals je kunt zien, blijft er eventueel nog een klein klontertje achterwege. Ja, hoe mengen? Loes Koessens koos voor een voltijdse dagopleiding chocolatier. Volg die richting omdat je in 1 jaar tijd je beroepskennis en je bedrijfsbeheer kan behalen. Lisbeth Hoethals wil grafisch vormgeefster worden in een 2-jarige praktijkgerichte dagopleiding. Ik had ervoor al andere studies gedaan, dus voor mij, ja, ik ben nu ook al 23 jaar, dus ik wil ook geen jaren niet meer gaan studeren. En 2 jaar was voor mij perfect. Rania van de Kastelen koos voor Sintra West omdat het hoger onderwijs haar niet lag. Dat was veel te abstract. En ik zocht eigenlijk achter een praktijkgerichte opleiding. Eigenlijk zijn die opleidingen voor iedereen bedoeld, maar uiteraard is de groep jong afgestudeerden van de humaniora-richtingen, mensen die een hogeschool geprobeerd hebben en daar niet echt hun ding vinden, of ook mensen die zich wensen op korte termijn te herscholen.